Welcome to Bruges, made great by its compelling history, which earned it the label UNESCO World Heritage City. And also a warm welcome to brewery De Hove Man. We zijn hier in brouwerij De Hove Man. Van 1846 zitten wij hier in het historisch centrum van Brugge. We brouwen hier Brugse Zot, Straffe Hendrik en Blanche de Bruges. For more than five centuries, beer has been brewed at this historic location. But the beer has to get out to the public too. En we zochten eigenlijk een meer duurzame oplossing om dat zwaar wegverkeer daar weg te krijgen. En dan is eigenlijk de meest simpele oplossing, kunnen we dat niet gewoon met een pijpleiding onder de grond gaan weghalen. The underground beer pipeline stretches for more than 3 kilometers, runs under historic public property, and plunges 37 meters deep under a public car park. De leiding op zich bevat 9000 liter en wij pompen door de dag ongeveer 150.000 Brugse zotten door deze leiding. The brewery was able to rely on the plastic solution from INEOS. High-density polyethylene, suitable for pipelines. De grootste bekommernis voor ons was ook, kunnen we het volledig foodproof maken? Pour le projet de la brasserie, le HDPE est le matériau qui a été sélectionné pour produire ces tubes, puisqu'il permet de pouvoir transporter l'eau potable sans risque aucun pour le consommateur final. The material meets drinking water requirements. INEOS organizes lab research in which a panel tests the polyethylene for possible influence on taste and smell. Le HDPE est flexible, si bien que les longueurs qui sont installées peuvent être importantes et donc on limite le nombre de connexions, ce qui permet d'éviter le risque de fuite pour que chaque goutte de bière puisse aller dans une bouteille et non dans le sol de la Flandre. Zoals dat een trappist in een abdij wordt gebrouwen of dat een champagne uit de champagnestreek moet komen, zo is dat heel belangrijk voor ons dat ons bier, van ons stadsbier, ook in die historische brouwerij blijft kunnen gebrouwen worden. Door die pijplijn is het ook tastbaar. Al onze principes komen daar eigenlijk een beetje in terug. Want dat geeft ons de mogelijkheid om toch nog verdere groeipotentieel voor de brouwerij mogelijk te maken. En dat te verzoenen met leefbaarheid voor de Brugse binnenstad. Het is uniek hè, dat in het centrum van Brugge een bierleiding loopt vanaf de historische binnenstad. Zo naar het industrieterrein, naar de bottlerij. Dat is inderdaad wel uniek.